vader die heeft een bouwachtergrond. En ik loop al als klein ventje mee af en toe op zaterdag met mijn vader mee op de bouw. En ik denk, ja, dit is het. En ik ben gewoon graag bezig. Dus ik besloot een bouwopleiding te gaan doen. Momenteel doe ik de opleiding middenkaderfunctionaris bouw. Dat is een bolopleiding, niveau 4. Ik zit 2 dagen in de week op school, op de maandag en dinsdag. En het werk wat ik dan doe is, ik zit hier bij Staalton, dat is een staal- en betonbedrijf. Dus we doen heel veel staal- en betonwerken. Ik loop daar 2 dagen buiten en 1 dag binnen op kantoor. Ik zat op HAVO, aan het Gemare Scholengemeenschap. Maar ik was de school zat, ik was het leren zat en ik dacht, ik wil wat mijn hart wil. Ja, ik ben echt geen stilzitter, dus ik hou echt van werken. En ja, hier kan ik me echt uitleven op alle mogelijke manieren. Kantoorwerk vind ik dan weer wat minder. Ik moet verplicht van school op kantoor lopen. Maar ik heb besloten om toch 2 dagen buiten te zijn, omdat ik daar naartoe wil werken. En dat is mijn ding. Typische vakken voor deze opleiding zijn statica, constructieleer, bouwfysica, installaties. Bij installaties leer je over leidingwerk en installatietechnieken in een woning of een bedrijfsgebouw zoals we nu zijn. Bij constructieleer leer je ja, het meeste zeg maar, wat alles met de bouw te maken heeft. Dus de materialen van deur tot deurklink. Bij statica dat is sterkteleer, dus daar leer je de berekening van constructies. En bij fysica hou je bezig met het berekenen van RC-waardes van de isolatie. Het werk wat ik nu doe hier op mijn stage vind ik echt geweldig. Maar je bent een simpele timmerman om het zo te zeggen. En ik heb verstand gekregen en dat wil ik ook wel graag gaan gebruiken. Maar het is niet zo dat ik op kantoor wil gaan zitten. Dus ik wil buiten blijven en dan het liefst de uitvoering erbij, zeg maar. Ja, je hebt 2 verschillende soorten uitvoeringen eigenlijk. Je hebt de uitvoering op kantoor, dus die regelen alle bestellingen. Maar je hebt ook meewerkende uitvoerders. Die lopen gewoon de hele dag mee op de bouw. Het liefst, dat zou ik wel het mooiste vinden, zeg maar. Dus je hebt de leiding erbij, je zorgt dat je op schema blijft en ja, dat alles in goede handen loopt. En je bent zelf ook lekker bezig voor. Staalton is van origine een christelijk bedrijf, dus je werkt vaak wel met mensen die christelijk zijn, maar er zitten er ook altijd bij die nergens aan doen. Met die mensen, ja, je hebt vaak goede gesprekken hoor, en dan vragen ze het en dan komt er een goed gesprek uit voor en dan hoop ik dat de ander daar wat van kan leren ook nog. Ik vind het niet erg om muziekje erbij te hebben, het is ook een stukje sfeer. Je bent met elkaar bezig, je hebt lang niet de hele dag natuurlijk wat met elkaar te vertellen. En als het dan zo stil is, dan wordt het gewoon saai op een duur. Als de radio aanstaat, ik ga hem niet uitzetten, omdat ik het niet erg vind. Maar als die heel hard aanstaat en er komt allemaal muziek op die niet in ons reformatorische straatje past, dan gaat hij wel zachter. Als je in de bouw wil gaan komen werken, maar je weet het nog niet zeker, doe een meeloopdag of regel een snuffelstage. Maar als je snuffelstage doet, dan wil ik je wel adviseren om dat bij een erkend leerbedrijf te doen. Die mensen die daar lopen, die hebben verstand voor scholieren, zeg maar, en die willen ervoor gaan, zeg maar, dat de leerling wat leert, zeg maar. Ik loop nu bij Staalton, dat heeft ook een keurmerk gekregen, dat is een erkend leerbedrijf en dan wordt die goed geholpen. En als je vragen hebt, dan kan je bij je leermeester terecht en dan moet het goed komen.